Dit is Shogun en ik ben Judith en ik ben vrijwilliger bij Natuurcentrum de Maashorst. Toen ik hier net begon als vrijwilliger zat ik in een burn-out. Eens per week fietste ik door de bossen naar deze prachtige boerderij. Ik hielp hier mee achter de horecabalie, plukte munt uit onze kruidentuin, gaf informatie over onze tentoonstelling, onze fiets- en wandelroutes en ik ging op zoek naar kabouters met de kinderen. Mijn enthousiasme groeide. Ik leerde steeds meer over de biodiversiteit zo dicht bij huis en ik kwam steeds vaker hier en in het natuurgebied te vinden. Als vrijwilliger hier zijn we gewend om de koe bij de hoorns te pakken. We komen hier om onze waardering voor het gebied over te brengen naar jong en oud. Om ze zo bewust te maken van het behoud van de natuur om ons heen. Door de rust, het ritme, de mensen en de betrokkenheid van de medevrijwilligers heb ik mezelf weer teruggevonden. De vrijwilligers variëren van 16 tot 85 jaar. Maar er is één ding wat hun verbindt. De liefde voor de natuur en het gebied. Met ons centrum creëren we bewustwording van wat zo dichtbij is. En daar zijn we trots op.